Dan ben ik deze week zo waar. Uiteraard, eigenlijk is wel heel normaal. Gevraagd door het café. Het bekende café Weltschmelzer. Een soort links intellectuele kritisch programma. En daar hoor ik natuurlijk ook thuis. Ze hebben mij daar gevraagd als gast. En ik lag daar op de pijnbank. Ja, ik, misschien is dat toeval. Maar ik ben daar dus geïnterviewd. Misschien zat er wat achter. Maar dat is dan meer voor de complotmensen. Door een psychiater. Ja, een echte psychiater. Die volgens mij, ik word ook een keer geïnterviewd. Is gelijk een psychiater. Psychiater Esther. Ik ben hier vanavond de gast. Ik weet niet als gast om geïnterviewd te worden. Of wellicht als cliënt. Bij de psychiater. Ja, patiënt kan ook. Maar voor de hele uitzending kunt u terecht bij café. Ik kan een moeilijke naam uitspreken. Weltschmelzer. Dat is Duits, Stief. Ja, ik ben niet zo goed in Duits. En ook voor een deel aankomende maandag bij de Stem van de Stad. Hoe heet u ook alweer, als ik dat vragen mag? Ik ben Esther van Venema. U bent toch psychiater, of niet? Ja, zeg maar je. Oh, je, ik mag je zeggen tegen de psychiater. Jongens, kijk hè, volgende week. Oké, wat moet ik zeggen? Dat is wel leuk. How bizarre! How bizarre! How bizarre!